did the bullet go? I accuse you, gentlemen, of murder. Ik hoef u niet te vertellen wie dit schilderij gemaakt heeft. En de titel van het werk is ook bekend. Jaarlijks komen 1 miljoen bezoekers naar het Rijksmuseum in Amsterdam om te kijken naar het werk in het echt zoals het hier achter mij hangt. Talloze studies zijn gemaakt naar dit schilderij. De lichtval, de compositie, de personages, de schilder. Ook Peter Greenaway, de Britse cineast, wiens nieuwste film Rembrandt J'accuse, Ik beschuldig, ik klaag aan, waar u straks naar gaat kijken, gaat in op het schilderij. De film is een pleidooi om te leren kijken, om op een andere manier te kijken. Op school leren we lezen, leren we schrijven, dat is tekst. Greenaway is het om beeld begonnen. Iconografie, de beeldbetekenis van schilderijen. Wat is er te zien? Op 17e eeuwse stillevens weten we al sinds heel lang dat allerlei symbolen in die schilderijen vaak te maken hebben met onmatigheid, met de eindigheid van het leven, maar ook in landschappen zoals dit prachtige ijsgezicht van Averkamp zitten symbolen verstopt die voor de 17e eeuwse mens bekend waren, maar die soms ook voor ons nu, anno 2008, nog een betekenis hebben. Deze vogelval bijvoorbeeld laat ons zien dat het leven eindig is. Je gaat eronder, het stokje valt weg en voordat je het weet is het einde oefening. Het schilderij zit vol met betekenissen. Betekenissen die we soms niet altijd op het eerste oog zien. Iconografische betekenissen, symbolen, soms verstopt tot in het kleinste detail. Hier bijvoorbeeld zien we de wapens, de kruisen, de Andreaskruisen van de stad Amsterdam. Beschermd door de schaduw van de hand van Banning Kok. Daarmee laat Rembrandt zien dat de burgers, de nachtwacht, de stad beschermen. De fascinatie van Peter Greenaway vindt zijn oorsprong in de schilderkunst. Kostuums, lichtval, veel zien we terug in zijn films, zoals Prospero's Books. Alles lijkt geïnspireerd op de meesters van de Gouden Eeuw. Peter Greenaway's manier van kijken maakt de nachtwacht tot Rembrandts J'accuse. De compagnie van Frans Banning Kok schuldig aan de vermeende moord van Piers Hasselburg. They shot Hasselburg! Someone shot Hasselburg! Heeft Peter Greenaway gelijk? Is zijn Rembrandts J'accuse een nieuwe kijk op de nachtwacht? Of is het niet meer dan wat de Duitsers zeggen, hinein interpreteren? We weten het niet. Oordeel zelf en kijk naar Rembrandts J'accuse.